Hier bij de Flatiron Wolkenkrabber ligt Silicon Alley. Hier zijn een rits nieuwe technologiebedrijven neergestreken en sommige daarvan worden nieuwsbedrijven. En dat, zeggen sommigen, dreigt het nieuws zoals we dat kennen fundamenteel te veranderen. Die technologiebedrijven zouden helemaal de populistische tour opgaan. Vlakbij de Flatiron Building zit een van de meest controversiële nieuwkomers. Dit is BuzzFeed, met meer dan 40 miljoen individuele bezoekers per maand, de plaats voor een nieuwe generatie om nieuws te halen. People weren't sure what to make of us when we came on the scene. They were saying sort of BuzzFeed is all about cats, is a kind of a common thing. BuzzFeed is about cats. How are they gonna do serious news? Jack Shepard leidt de redactie van BuzzFeed. Zelf een dertiger coördineert hij een ploeg van bijna 200 jonge reporters die een nieuw soort nieuws maken. We always thought is that actually the way that people consume news nowadays, if you think about what your Facebook feed is like, Facebook is, it'll be an amazing breaking news story from a Supreme Court decision, and then it'll be an update about how your aunt is doing, and then it'll be your brother sharing cute pictures of his cats, and then it'll be your sister sharing baby pictures, and then another sort of breaking news story about the future of journalism or whatever. And that's all kind of, people are really, really used to consuming news in that way. BuzzFeed doet alles, van politieke analyse tot grappige filmpjes van katten. Zolang mensen het maar willen delen via sociale media. The thing that is kind of central to what BuzzFeed does in particular is really always thinking about social. Our reporters are writing with Twitter in mind. So they'll think about how can I write a headline that would be a tweet. De laatste jaren zien mediabedrijven dat mensen hun nieuws anders gaan consumeren. BuzzFeed en tientallen anderen schrijven artikels speciaal voor die nieuwe manier van verhalen lezen. News coming from a friend is vastly more powerful than something that you accidentally ended up on, or something that comes from an old broadcast model of one person deciding what the news is and telling many people. Journalisten en hoofdredacteurs bepalen niet langer alleen de nieuwsagenda. Vandaag bent u een beetje de hoofdredacteur van uw nieuws geworden. We live in an era now of a network where it's not just a broadcast model of one to many. It's a model of lots of different people who are networked. And so if you think about your network as being your publishers in a way, rather than thinking about yourself as being sort of deciding what's news, it can be very liberating. Traditionele nieuwsorganisaties gebruiken technologie om hun nieuws te verkopen. Nu zien we meer en meer technologiebedrijven die zelf nieuws gaan verkopen. We began as a technology company, which is still very much in our DNA. And we thought a lot about kind of building algorithms to surface really great content that people would want to share. Hoe die algoritmes werken, BuzzFeed deelt niet al haar keukengeheimen. Maar de essentie is dit. Ze bieden tientallen verhalen aan en ze zien meteen wat het meest gedeeld wordt op Twitter en Facebook. De computers voorspellen op basis daarvan wat echt viraal kan gaan. En die populaire verhalen duwen ze vooraan. En so we have kind of very much like a starve the losers mentality. So the stuff that's not doing well, that's not fitting our needs of sort of actually kind of getting out there and being really social, will kind of sink to the bottom. And the algorithm helps to kind of do that and surface the stuff that's doing really well.